Het is 1 uur. Dit is het journaal met Goedele Wachters. Heel goedemiddag iedereen. Het is elke dag hopen dat de kentering zich stilaan inzet, maar voorlopig blijft het nog bij hopen. De nieuwste cijfers geven 42 nieuwe dodelijke slachtoffers van COVID-19 aan, wat het totaal voor België nu op 220 brengt. In de ziekenhuizen zijn 536 nieuwe patiënten opgenomen. Het totaal daar is nu 2652. 605 van die mensen liggen op intensieve verzorging. En dat zijn er 131 meer dan gisteren. Positief is dan weer dat 128 mensen het ziekenhuis hebben mogen verlaten ondertussen. Mark van Ranst, viroloog. Wees welkom. Ook vandaag de weg naar onze studio gevonden. Dank u wel daarvoor. Professor, ik wil eigenlijk meteen een nieuwe grafiek er al bij halen die de evolutie weergeeft van het aantal mensen dat in ziekenhuizen is opgenomen. En wat we zien tussen gisteren en vandaag is echt een forse knik opwaarts. Hè? Slecht nieuws. Dat is een forse stijging. Ja, dat is natuurlijk geen goed nieuws. Dat is duidelijk. We zouden graag hebben dat zou stabiliseren, dat zien we op dit moment nog niet. Misschien is dat ook wel wat te vroeg. Ja. Maar het is elke dag wel hopen. Ja. Ja, het is hopen, dat heb ik inderdaad ook al gezegd. Er komt nog een tweede lijn bij. Dat is een lijn die het aantal mensen op intensieve verzorging weergeeft. Dat is dan weer minder stijgend. Ja, dat is zeker beter. En hier wordt onze capaciteit op intensieve zorg nog niet getest. Ja, dus dit valt mee. En het verschil tussen die twee betekent ook dat we ook nog wel bedden in de ziekenhuizen hebben om mensen die minder ziek zijn, om ze op te nemen. Dus de drempel om opname te doen, die valt heus nog wel mee. Er is nog genoeg capaciteit, ook qua beademingsapparatuur. Ook belangrijk. Dan zit je natuurlijk op intensieve zorgen en ja, daar is die capaciteit er nog wel gelukkig. Ja, want dat is inderdaad het doel dat we met z'n allen hebben met deze quarantainemaatregelen. Nog een grafiek, het aantal bevestigde besmettingen. We weten dat dat niet zo'n relevant cijfer is, omdat natuurlijk heel veel mensen niet getest worden. Maar wat opvalt is, het zijn er plots een pak meer. Hè? Hoe komt dat? Ik denk een combinatie van twee verschillende factoren. Er worden ook meer mensen ziek, dat zie je. Veel mensen worden opgenomen in de ziekenhuizen ook. Die zullen allemaal getest zijn. En we beginnen ook meer te testen. Dus dat begint stilaan, begint dat in gang te komen. Deze grafiek zou je eigenlijk mogen vergeten, want dat geeft een heel raar beeld wat geen enkele werkelijkheid reflecteert. Ja. Je zou deze beter vervangen door het percentage van de stalen die we doen die positief is. Dat gaat gestaag omhoog. Een paar weken geleden was dat 10%, 20%. Nu is dat 35% ongeveer. En dat gaat nog stijgen. Dat is een grafiek die denk ik, meer belang heeft. Oké, gaan we meenemen ook voor onze berichtgeving natuurlijk. Dan wil ik graag eens naar de dagelijkse persconferentie waar die cijfers bekendgemaakt zijn en waar het ook ging over de piek van de besmettingen. We gaan luisteren naar uw collega Steven van Gucht. De modellen die wij volgen, die voorspellen dat we een piek mogen verwachten ergens rond begin april. Maar dat is op voorwaarde dat we met z'n allen onze contacten met 50% gereduceerd hebben. We weten niet zeker met hoeveel procent we onze contacten gereduceerd hebben. Misschien is dat meer, misschien is dat minder. Als dat meer dan 50% is, kan die piek wat vroeger vallen. Is dat minder dan 50%, dan zal die wat later vallen en duurt de uitbraak ook langer. Ja, hij voorspelt een piek begin april, dat is over een week. Wat betekent dat voor de quarantainemaatregelen waar we ons allemaal aan te houden hebben nu? Dat gaat niet veel veranderen. Ja, stel dat we binnen een paar dagen of binnen een week dat we zien dat die piek bereikt is, dat die getallen naar beneden beginnen gaan, de nieuwe gevallen, dan gaan we zeggen we zijn goed op weg. En dan gaan we niet onmiddellijk die maatregelen gaan weghalen of verminderen. Dat is nog niet het moment. Nee, u heeft gezegd, het zal heel lang duren voor we weer leven zoals we een maand geleden leken. Misschien is dat wat verkeerd geïnterpreteerd geweest. Deze maatregelen gaan we heus wel van afgeraken, van de meest bijtende maatregelen. Maar dingen zoals met zieke kinderen die naar de grootouders brengen, dat gaan we waarschijnlijk niet meer doen. Nooit meer. En misschien is dat wel een hele goede zaak. Dat deden we vroeger een beetje te vlot. En ook met griep hebben we daar absoluut sterftegevallen door geïnduceerd. Ziek gaan werken. Probeer nu maar op de redactie te hoesten en het wordt onmiddellijk gezien en gehoord door iedereen. Mm-hmm.
Die gedragsverandering, die in vele andere landen al aanwezig is, die gaan we hier ook in België meemaken. Dus zulke maatregelen of zulke veranderingen in gedrag, die gaan wel blijven. Ja, maar op dit moment zitten we nog met die bijtende maatregelen, zoals u ze noemt. Veel mensen leven die heel goed na. Heel goed. Maar er zijn ook groepen die minder goed bereikt worden. Hè? Over welke groepen gaat dat dan? Sommige jongeren, alhoewel dat de meeste jongeren echt wel heel erg hun best doen, maar er zijn groepen die zich daar wat minder van aantrekken en ja, die misschien zich wat willen bewijzen. En dat is bijzonder gevaarlijk. En daar ook de prijs voor betalen. Gevaarlijk voor hen. Ja, ja, er liggen mensen op intensieve zorgen die inderdaad meegefeest hebben en daar nu de prijs voor betalen. De jongeren moeten heel goed begrijpen dat dit echt is. Ja, mensen gaan echt dood en die kan je terug niet tot leven wekken zoals in een game. Dat gaat hier niet. Nee, hier zien we nog de lockdown parties waar sprake van was. Zijn er volgens u regels die op dit moment nog wat strenger zouden mogen of moeten? Ik denk dat we in de woonzorgcentra en de serviceflats dat we daar het heel duidelijk moeten maken dat daar de oorlog gewonnen of verloren wordt. Zeker bij de serviceflats, daar moet men een bijna woonzorgcentrum-achtig regime kunnen installeren waar die mensen echt wel binnen blijven. Voor de meeste zaken. Ik denk dat we daar meer aandacht aan moeten geven. Het is een strijd van jong en oud. Jong tot oud van ons allemaal natuurlijk. Ja. Dank u wel alweer voor uw uitleg, Mark van Ranst. En de lokale politie vraagt ondertussen meer duidelijkheid over de regels. Meer details, want anders is het moeilijk om mensen terecht te wijzen en processen verbaal uit te schrijven. Hoe ver mag je bijvoorbeeld fietsen van je woning? Mag een ritje met de motor nog? Wij gingen mee op patrouille met het coronateam van de politie in Harenbeke. We zijn nog maar net op pad en het is al raak. Een groepje mannen troept samen voor een dagbladwinkel. Kan niet. De politie gaat naar binnen. Nee, dan moeten de mensen durven niet binnenkomen omdat ze maar twee moment binnen mochten. Hij zijn allemaal bunten blijven maken. Ja, maar terecht als ze blijven bunten staan. Maar gewend feit, onze bunten staan, dat is ook de nodige afstand respecteren. Ja. Er worden geen PV's opgesteld, want de vogels zijn intussen gaan vliegen. Maar in andere gevallen gebeurt het wel. En dat kan boetes opleveren van 250 tot 4000 euro. Deze nacht werd er in Nimbroek vastgesteld. Een persoon zei dat hij onderweg was naar een nachtwinkel om 12:30 uur. Maar de nachtwinkels zijn intussen al een paar dagen gesloten vanaf 22 uur. Dat is zo beslist geweest. Dus die kan niet op weg geweest zijn naar een nachtwinkel. En dat is ook geen essentiële verplaatsing dat u om 12:30 uur naar een nachtwinkel moet. Dus daar werd de procesverbaal voor opgesteld door de ploeg van vannacht. Geen onnodige verplaatsingen dus, maar wat met een motorritje? Motorrijden wordt gezien als een niet-essentiële verplaatsing, tenzij die op weg is naar zijn werk. Maar een plezierritje met de motor wordt niet toegestaan. En jullie zijn momenteel op weg naar? Wij gaan naar de Vlinder om de propere was af te leveren van mijn echtgenoot Herma. Ja. Dit echtpaar is in orde, maar heeft wel een moeilijke vraag. We zijn gisteren met de fiets naar Dadicele geweest, naar de Bozelik. Ja. Oei, dat was wel ver, hè? Dat was 40 kilometer, heen en terug. Oei, mag dat wel? 20 kilometer ver van huis. Ja. Is dat... Je bent samen met die vrouw geweest dan? Mijn echtgenoot dan ik. Ja. Beide met de fiets. Maar dat is geen probleem. Als jullie ook zelf toch de nodige afstand wat kunnen houden. Ons bed is natuurlijk maar 1,80 meter ja. Breed, hè? Inderdaad. Ja, Pieter de Krem, minister van Binnenlandse Zaken. Welkom aan onze ontsmette tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. De politie vindt niet alles duidelijk. Zo blijkt, moeten er inderdaad hier en daar wat puntjes op de i gezet worden en wat meer details gegeven over de maatregelen? Wel, de terugkoppeling gebeurt voortdurend met onze diensten op het terrein en zij houden de vinger aan de pols. Er is ook een voortdurend doorgeven van hun informatie binnen de federale politie vanuit het lokale niveau. Die komt ook op de Nationale Veiligheidsraad, die morgen ook opnieuw zal samenkomen. Maar het is natuurlijk zo dat er een aantal basiszaken zijn die men moet blijven respecteren. Dat is de essentiële verplaatsing. En die essentiële verplaatsingen gebeuren omwille van beroepsredenen of een aantal andere toegelaten redenen. En daaraan moet men zich effectief houden. Nu moet ik wel zeggen dat het voorstel wat gebeurd is om een 1-kilometer-regel in te voeren, dat het echt geen goede oplossing is. Waarom niet? Omdat mensen
Mensen hebben recht om buiten te komen. En mensen wonen bijvoorbeeld in appartementsgebouwen. Ze wonen bijvoorbeeld in woonwijken. En indien men echt zou zeggen, die mensen kunnen pas in een straal, honderden mensen uit hetzelfde gebouw in een straal van 1 kilometer buiten komen, dan gaan we een contraproductief effect hebben. Want we zullen mensen dicht bij elkaar brengen en dat is echt geen goede zaak. Ik laat ook nog het psychologische aspect buiten beschouwing. Men zou echt wel de indruk kunnen krijgen dat het een soort luchten is van gebouwen in een openluchtgevangenis. En dat is niet het geval. Wat men wel moet doen, is zich houden aan de regels. En nogmaals, de speeltijd is voorbij. Er is gebeld. Zo net hebben we de cijfers vernomen, ook toegelicht door professor Van Ranst. Ik zou willen oproepen, geen nonchalance, geen souplesse. En als er moet verfijnd worden, dan wachten we die voorstellen in. En morgen is er een Nationale Veiligheidsraad. En het is dus echt niet uit te sluiten dat er een soort kwantificatie zal komen van wat men zal kunnen doen binnen een bepaalde straal. Nogmaals, binnenblijven, zichzelf goed verzorgen, is de beste raad die wij kunnen geven en daar wordt heel nauwgezet op toegezien. Ja, maar u sprak ook over het psychologische aspect. Dit kan mogelijk nog wel een tijdje duren. Mensen ontspannen zich natuurlijk ook graag. Een fietstocht, ik zeg maar iets van 50 kilometer, kan dat voor u? Wel, dat kan helaas niet en dat kan helaas niet meer. En als daarvoor nog een verduidelijking zou nodig zijn, zal die verduidelijking er morgen komen na de Nationale Veiligheidsraad. Ik zou nogmaals willen oproepen, doe dit dus niet. Het is contraproductief. Ook mensen die zaken organiseren, privéfeesten, ik moet het nogmaals benadrukken, dat is niet meer toegelaten. Nogmaals, er is gebeld, de speeltijd is voorbij. We staan voor een bijzonder moeilijke 10-daagse met betrekking tot de toename van geregistreerde gevallen en jammer genoeg ook qua overlijdens. Laat ons samen die verantwoordelijkheid nemen. Een oproep. Wij zullen verfijnen daar waar nodig, maar de individuele verantwoordelijkheid blijft belangrijk. Ja. Ook dank aan de politiediensten. Ja, zij het nog, want zij werken ook in niet-evidente omstandigheden. Zij werken in niet-evidente omstandigheden, maar zijn zo plichtsbewust en geven veel informatie die komt vanuit die basis. Deze week hebben we ook een belangrijke maatregel kunnen controleren. Dat is het grensverkeer dat bijzonder beperkt wordt. En mensen houden zich daar ook aan. Ik wil ook de burgers bedanken. Probeer toch niet dat kleine landweg te gebruiken, want dit gaat echt niet meer. Anderzijds, samenwerking met andere landen, met Nederland, met Duitsland, Frankrijk en Luxemburg en ook het Verenigd Koninkrijk optimaal. Maar de wetten, de regels respecteren, is absoluut noodzakelijk. En twee, de beboeting die staat nu echt voor de deur. Ja, zelfs met de mogelijkheid tot de onmiddellijke inning. Ja, dat zijn heel duidelijke boodschappen. Het is een strijd van ons allemaal tegen dat virus. Dat en het is een onzichtbare vijand en we moeten hem kunnen verslaan. Gaan we ons best voor doen. Dank u wel, meneer de minister. Wat we eigenlijk meer en meer zien nu de voorbije dagen is dat mensen in ernstige zuurstofnood komen. We zien dat plotseling, en dat kan gebeuren op enkele uren tijd, de zuurstof in het bloed heel erg gaat dalen. En dat eigenlijk mensen dan genoodzaakt zijn op intensive care opgenomen te worden. Ja, het gaat soms heel snel met COVID-19. Dat zien longartsen. En patiënten zijn ook steeds vaker echt heel ziek. Wetenschappers in de hele wereld zoeken zo hard ze maar kunnen naar geneesmiddelen die werken. Een vaccin om besmetting met het coronavirus te voorkomen en virusremmers voor mensen die al ziek zijn. In het UZ in Gent mikken ze op nog een derde pijler, lucine met name. Een stof is dat die we allemaal in ons lichaam hebben en die een grote rol speelt voor het afweersysteem in onze longen. Net als in andere ziekenhuizen zien ze in het UZ Gent steeds meer patiënten, ook jongen, die zeer snel ademnood krijgen met ernstige ontstekingsreacties op de longen. Als we nu kijken bij een patiënt met het nieuwe coronavirus, dan zien we eigenlijk dat de schade toch wel een pak erger is en het veel verder uitbreidt in de long op verschillende plekken en eigenlijk ook heel moeilijk weggaat onder onze huidige behandeling. Daarom gaan ze nu leukine uittesten, verneveld, zoals deze proefpersoon laat zien. Het is een oud medicijn, eigenlijk een stof die ons lichaam zelf aanmaakt, dat onder meer gebruikt wordt om kankerpatiënten aan te sterken. Leukine is heel belangrijk voor de afweer in de long. Het helpt het gevecht tegen virussen. Maar tegelijkertijd bevordert het ook het herstel van de long na schade. En het is juist dat we eigenlijk nastreven bij die COVID-infectie. Met de leukine hopen artsen in Gent dat er minder mensen op intensieve zorg belanden. Leukine kan werken op 3 niveaus. De infectie bestrijden, de immuniteit ondersteunen en het longweefsel herstellen.
Over een paar weken al weten we of de leukine iets doet. Want longartsen maken zich zorgen over deze coronacrisis. We zijn heel erg gewoon om mensen met longinfecties te behandelen. Met dergelijke uitgebreide infecties, waarvan zoveel mensen op intensive care belanden, is ook voor ons heel erg ongewoon. Liefde in tijden van corona. Het is al niet altijd eenvoudig voor mensen die in een relatie zitten, maar helemaal niet voor singles die op zoek zijn naar vaste of losse contacten. Het Tropisch Instituut in Antwerpen krijgt ook nu nog mensen over de vloer met acute, seksueel overdraagbare ziekten, wat aantoont dat de verplichting om afstand te houden niet altijd gerespecteerd wordt. We hebben hier eigenlijk een beetje een verklikkingsmechanisme. Als we nog altijd acute gonorree zien, acute chlamydia zien, ja, dan kan dat niet anders dan het resultaat zijn van contacten. En uit onze gesprekken met de patiënten blijkt dus ook nog veel anonieme contacten. Contacten die worden gelegd via datingsites. Datingsites als Tinder, Grindr of Planet Romeo roepen wel op om voorzichtig te zijn in deze tijden. Maar blijkbaar neemt niet iedereen het zo nauw met de waarschuwingen. Voor sommige mensen zijn die datingsites ook een manier om sociaal contact te houden. Voor singles is dat zelf bijna de enige vorm van sociaal contact dat ze nog hebben. Dus als ze niet via die datingsites contact kunnen houden, dreigen ze wel een beetje in een sociaal isolement terecht te komen. COVID-19 is overdraagbaar via speeksel. En anderhalve meter afstand houden is moeilijk bij seksueel contact. Er gaan een aantal fabels rond natuurlijk. Sommigen denken dat als je een sekstechniek gebruikt waarbij dat je genoeg van elkaar verwijderd bent, dat de monden genoeg van elkaar verwijderd zijn, dat er dus geen kans is op overdracht van speeksel, dat dan ook het risico beperkter zou zijn. Maar die sekstechnieken zijn bijna even risicovol als andere sekstechnieken. Los van de fabeltjes denken ook sommigen niet aan de gevolgen van een mogelijke besmetting. Ik denk dat die houding er effectief wel wat speelt. Ik ben een jonge, frisse dertiger, dus mij kan dat coronavirusje niks doen. Maar we hebben toch een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus als het blijft circuleren, ook in die groep, dan kan het ook weer terechtkomen bij de risicogroepen. En dus is afspreken op dit moment geen goed idee. Alle zeilen worden bijgezet nu om te voorkomen dat we het coronavirus verder verspreiden. Het is 2020 natuurlijk. Heel veel mensen hebben een smartphone en dat toestel zou kunnen helpen. Alleen bots je dan al snel op problemen rond privacy. In Aziatische landen zijn er al voorbeelden. Wie van deze mensen die afgelopen weekend nog van de zon wilde genieten, is mogelijk besmet met het coronavirus? Een digitale app zou ons hiervoor kunnen waarschuwen. Sinds vorige week is een speciale taskforce, Data Against Corona, opgericht, die dit onder meer onderzoekt. Een van de toepassingen kan zijn op basis van geanonimiseerde en geaggregeerde data over bewegingen van mensen, op basis van de telecomdata, om te zien dat bijvoorbeeld de maatregelen rond minder verplaatsingen wordt opgevolgd. Maar ook om bijvoorbeeld te zien op de waarde dat bepaalde groepen van patiënten zich bevinden. En dan kunnen we misschien haarden van infectie beginnen vast te stellen en kunnen we extra maatregelen nemen. Intussen werken ontwikkelaars in ons land tegen de klok aan nieuwe apps. Zo moet deze app binnenkort beschikbaar zijn. COVID-19 Alert, die mensen opspoort en alarmeert wanneer ze risico lopen. We keep the users data 100% anonymous. Maar hoe kunnen die technologische oplossingen ervoor zorgen dat onze privacy niet geschonden wordt? Innovatie is niet alleen in de oplossing die je biedt ter bestrijding van de coronacrisis, maar de innovatie moet hem ook liggen in het kunnen en durven beschermen van de privacy. Wat we nu zien is dat vele overheden, maar ook private bedrijven, opeens oproepen om volledig naar een surveillance-staat te gaan evolueren. Dat zijn zaken, denk ik, die we voor corona nooit hadden aanvaard. De Chinese overheid volgt de locatie van burgers via de telefoon en een app die de identiteit, lichaamstemperatuur en reisgeschiedenis bijhoudt. Een kleurencode bepaalt of je ergens binnen mag. Zuid-Korea gebruikt ook gegevens van kredietkaarten om de bewegingen van coronapatiënten te traceren en te volgen. Alles wordt bijgehouden op een online kaart. Maar bij ons zal het zo'n vaart niet lopen, zeggen privacy-experts. Ook omdat onze privacy gegarandeerd wordt door de Europese GDPR-wetgeving. Ik denk dat we hier wel een heel goede voedingsbodem hebben om daar op een juiste manier mee om te gaan. En eigenlijk aan de wereld te laten zien dat we niet alleen in staat zijn om corona te bestrijden, maar dat niet gepaard moet gaan met een afbreuk aan fundamentele grondrechten.
De corona-epidemie maakt in Dendermonde ook een kruis over de omgang van het Rosbeijaar dit jaar. Het houten paard, waar Dendermondenaren zo trots op zijn, gaat één keer om de 10 jaar door de straten. Met altijd een massa mensen die gaan kijken. Maar dat zal op 24 mei niet kunnen. Het evenement wordt een jaar uitgesteld. De 4 Heemskinderen zullen het ros op 30 mei 2021 bestijgen. Wel, de voorbereidingen worden kritisch. Onze repetities kunnen niet meer doorgaan, leveranciers geraken in de problemen en door de buitenlandse maatregelen kunnen onze buitenlandse artiesten, maar bijvoorbeeld buitenlandse paarden, niet meer komen naar Dendermonde. Dus een kwaliteitsvolle omgang organiseren op 24 mei is helaas niet meer mogelijk. Dus hebben we gezegd, we moeten hem uitstellen. Het is een topevenement, we kijken er al jaren naar uit. Het is een moeilijke, harde beslissing. Maar zelfs als we coronavrij zouden zijn, wat ik hoop voor de bevolking, dan nog kunnen wij deze omgang niet meer organiseren. Ja, meteen uitkijken naar volgend jaar dus. In het federaal parlement wordt straks de wet goedgekeurd die de regering volmachten geeft om de coronacrisis aan te pakken. De komende 3 of eventueel tot 6 maanden kan ze daardoor snel maatregelen nemen zonder telkens weer de toestemming te moeten vragen aan het parlement. Grondwetspecialisten en de Raad van State hebben wel vragen bij de wet. Moet het parlement voor corona een deel van zijn macht afgeven aan een minderheidsregering met maar 3 partijen die het vertrouwen kreeg van een brede meerderheid in de Kamer? De grootste Vlaamse partij die de regering geen vertrouwen gaf, vindt van wel. Waar het uiteindelijk op neerkomt, en dat is de bottom line, is dat de federale overheid daadkrachtig en snel kan optreden en de nodige maatregelen nemen tijdens deze uitzonderlijke crisis waarmee wij geconfronteerd worden. En in die zin steunen wij dan ook een wetsvoorstel dat dergelijke machten toekent. Geeft het parlement op die manier een blanco cheque? Nee. Die machtiging is beperkt tot de aanpak van de coronacrisis. Daarom is deze ook beperkt in tijd. Daarom is ze ook beperkt in de bevoegdheden die van belang zijn in de aanpak van deze crisis. Ik herhaal ze nog eens. De handhaving van de volksgezondheid en de openbare orde. Het bewaren van de bevoorradingszekerheid en beschermende maatregelen voor de getroffen bedrijven en de gezinnen. Maar voor de 2 radicale partijen gaan de volmachten veel te ver. Niet alleen de Raad van State is hier zeer kritisch over, maar ook grondwetspecialisten zoals Hendrik Feuille menen zelfs dat elke democratische controle verdwijnt, ook wat de fundamentele rechten en vrijheden betreft. Mijn fractie is er dan ook van overtuigd dat dit voorstel een heel aantal bruggen te ver gaat. U vraagt mij dat ik gewoon blind vertrouwen heb en naar een rechtse regering gaat stellen van, ah ja, Gille gaat waarschijnlijk de goede oplossingen nemen. Allee, dat kunt u toch niet vragen van een linkse en een volkse partij als de Partij van de Arbeid? Na de goedkeuring in de Kamer buigt in de vooravond ook de Senaat zich nog over de volmachten. Deze namiddag houden de 27 Europese regeringsleiders en staatshoofden opnieuw een videoconferentie over de aanpak van de epidemie. En de economische gevolgen ook. Ook het Europees Parlement houdt vandaag een extra zitting. Onder andere om een hulppakket van 37 miljard euro goed te keuren. De zitting verloopt natuurlijk anders dan anders. Ripresa della sessione con la tornata straordinaria di oggi, dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo. Het alfront van het Europees Parlement is nog leger dan gewoonlijk. De meeste parlementsleden werken thuis, daar volgen ze het debat en vandaar kunnen ze ook stemmen. Er zijn via computer zijn er elektronische verbindingen gerealiseerd die voldoende veilig zijn ook om er zeker van te zijn dat er geen intrusie is van buitenuit. Maar dat schijnt allemaal prima afgepunt te zijn. Heeft Europa de crisis tot nu toe goed aangepakt met grenzen die geblokkeerd worden, zelfs voor medisch materiaal? Ik denk dat men te laat wakker geworden is om bijvoorbeeld op het vlak van medisch materiaal te doen wat er binnen die eenheidsmarkt van de Europese Unie zou moeten gebeuren. We kennen allemaal de verhalen van dingen die blijven steken zijn links en rechts. No están fallando las instituciones europeas. Está fallando la solidaridad entre los gobiernos europeos. No falla la Unión Europea. Falla el europeísmo de los líderes nacionales europeos. Commissievoorzitter von der Leyen had een duidelijke oproep. Landen mogen medisch materiaal niet blokkeren voor eigen gebruik. This simply makes no sense. Because there is not one single member state that can meet its own needs when it comes to vital medical supplies and equipment. Not one.
En terwijl in ongeveer de hele wereld de maatregelen strakker worden, gebeurt in China net het omgekeerde. In de provincie Hubei, waar het virus ontdekt werd, is de lockdown sinds gisteren voorbij. Alleen in de hoofdstad Wuhan, waar de meeste slachtoffers vielen, moet iedereen nog tot 8 april binnenblijven. China versoepelt de coronamaatregelen in heel het land. Toeristische attracties gaan weer open, maar voorzichtig. Om het wereldberoemde terracotta-leger in Xi'an te zien bijvoorbeeld, moet je op voorhand reserveren en is een mondmasker dragen verplicht. In de provincie Hubei, waar het virus is ontdekt, zijn brandweermannen de regionale luchthavens aan het ontsmetten. Die zullen nu snel weer opengaan. De treinen rijden wel al, want reizen mag opnieuw binnen de provincie. Naar en van de provinciehoofdstad Wuhan rijden kan pas vanaf zaterdag. Dat was dan ook het epicentrum van de uitbraak. Hier moeten inwoners nog binnenblijven tot 8 april, maar naar de supermarkt gaan kan wel weer. Voor het eerst in 2 maanden. Klanten moeten wel een gezondheidsverklaring kunnen voorleggen via een code op hun smartphone. De afgelopen dagen raakte in China zelf niemand meer besmet. Maar het is nu opletten voor Chinezen die terugkomen uit het buitenland. Er zijn 23 regio's die de buitenlandse uitbraak hebben gemeld. De druk Wie China binnenkomt en besmet is met het coronavirus, moet verplicht 14 dagen in quarantaine. Het is in heel veel opzichten een ellendige periode. Maar er komen ook echt mooie dingen naar boven nu. In het Verenigd Koninkrijk hebben al 560.000 Britten zich gemeld als vrijwilliger om in een ziekenhuis corona te gaan helpen bestrijden. De Britse minister van Gezondheid had eergisteren een oproep gedaan. 250.000 vrijwilligers bereid vinden was het doel, maar het zijn er dus meer dan 2 keer zoveel. Amira heeft een koffiebar in Oost-Londen. De zaak is alleen nog open voor afhaalbrunchen, maar gaat binnenkort helemaal dicht. I was thinking about what I'm going to do next. I knew I wanted to maybe do some baking experiment at home, but I also know that just yesterday they're calling for volunteers for the NHS. So I thought that's a great thing that I could do with my time. Na wekenlang talmen gaat de regering van Boris Johnson nu volle kracht vooruit. Een reusachtig congrescentrum in het oude havengebied laat ze ombouwen tot een ziekenhuis met 4000 bedden. De armlastige openbare gezondheidsdienst kan de honderdduizenden vrijwilligers goed gebruiken. They will be driving medicines from pharmacies to patients. They'll be bringing patients home from hospital. Very importantly, they'll be making regular phone calls to check on and support people who are staying on their own at home. Amira denkt dat ze met haar auto medicijnen naar patiënten kan brengen. Ze vindt het haar burgerplicht. I think I've seen the best in humanity at the moment in such a horrible time. Everyone is really trying to support each other and help each other and if I've got the time, why not? Why shouldn't I do what I can to help ease the burden on the NHS, especially? Ja, corona-vrijwilligers. En er ontstaan met de dag meer en meer woorden met corona vooraan. De Corona Challenge is nog zo'n nieuwe samenstelling. Ik ben Bart Hovaart en ik ga de uitdaging aan om beter te worden op de piano. En dit doe ik aan de hand van een computersite. Enkele jongeren in Blankenbergen maken van de nood een deugd. Daar gaan we straks na de sport eens naar kijken. Maar eerst de samenstelling die in de sport het meest voorkomt. Ja. Corona-afgelasting. Ja, de Spelen wisten we al, EK-voetbal ook. De Tour, hoe zit het daar ondertussen? Wel, daar is toch geen zekerheid. Maar de Fransen die doen er in ieder geval alles aan om die Tour, toch te redden. Zo zegt de Franse minister van Sport dat het een zaak van kapitaal belang is dat de Tour ook in tijden van corona wordt gereden. Dus noods een Tour zonder publiek. Is dat realistisch of toch vooral Franse hoogmoed? In ieder geval, de renners die zien het zelf wel zitten. Alleen de twee wereldoorlogen hebben de organisatie van de Tour onderbroken. En dat willen de Fransen het liefste zo houden. Dat liet tourbaas Christian Prudhomme 2 weken geleden nog duidelijk verstaan.
Het lijkt een utopische gedachte op dit moment, omdat alle andere grote sportevenementen de handdoek al gegooid hebben. ISO, de organisator van de Tour, heeft nog geen beslissing genomen, maar in Frankrijk onderzoekt men nu of het mogelijk is om een Tour te organiseren zonder publiek. Men verwijst naar Parijs-Nice dit jaar, waar onderweg nauwelijks publiek was op te merken en de wielerfans moesten wegblijven van de start- en de aankomstplaatsen. Het was raar, het was een apart gevoel. Was er minder sfeer? Misschien wel, zeker minder sfeer, maar ik denk als je thuis voor televisie zit te kijken, dat je daar weinig van merkt. Dit soort toestanden zouden onmogelijk zijn. Maar het lijkt niet vanzelfsprekend om toeschouwers, volgers en pers weg te houden uit de Tour. De Tour is ook een dagelijkse volksverhuizing van duizenden mensen die samen in hotels logeren. Het lijkt dus een heel moeilijke oefening om met uitzondering van de renners en de ploegen iedereen thuis te laten. Maar de Fransen willen vooralsnog hun hoop niet opgeven. Misschien tegen beter weten in. Ja, de Tour, dat weten we dus nog niet. Geen voorjaarsklassiekers, dat is wel al zeker. En dus ook geen Olympische Spelen. En al die atleten die in volle voorbereiding naar het grootste sportfeest op aarde toeleefden, tonen dan wel begrip, maar toch was het een mokerslag. Veel sporters die trainen nu wat doelloos en ze hebben snel een nieuwe datum en een nieuw concreet doel nodig om fysiek en vooral ook mentaal naartoe te werken. Dat zeggen toptrainers Ronald Gastra en Rudy Diels. Sinds de beslissing om de Olympische Spelen uit te stellen, zitten ze in Tokio niet stil. Een heuse taskforce moet er zo snel mogelijk een nieuwe datum vinden. Dat is niet alleen belangrijk voor de hele organisatie van de Spelen, maar ook zeker voor de atleten, want die hebben zo snel mogelijk een nieuw doel nodig. Als coach ben je bezig met de planning te maken van een atleet. En die planning wordt als het ware een beetje omvergekekeld doordat de Spelen nu niet doorgaan. Dus het wordt nu voor ons heel belangrijk om een nieuwe planning te kunnen opmaken. En dat is heel belangrijk, want die structuur heeft een atleet nodig. Vorige week installeerden nog verschillende atleten enthousiast en geïmproviseerde thuisfitness. Maar ze zagen deze week plots hun grote doel van 2020 wegvallen. Ook op mentaal vlak zullen de coaches het nodige werk hebben. Als je dat één keer mag meemaken in je leven, dan behoor je tot de happy few. Dus op het moment dat zoiets niet doorgaat, ja, dan ben je erg teleurgesteld. En is het dus ook heel moeilijk om dan, ja, zeker op korte termijn heel gemotiveerd te blijven trainen. Voorlopig is nog wel even wachten. Binnen dit en vier weken moet deze taskforce een nieuwe datum hebben. En hoewel er gisteren nog geopperd werd om Tokio 21 in de lente te laten doorgaan, lijkt de zomer van 2021 toch veel logischer. Ja, en wanneer opnieuw getennist wordt, weet ook niemand. Over Wimbledon, dat eind juni van start zou gaan, wordt snel nieuws verwacht. Voorlopig ligt de competitie voor tennissers helemaal stil en dus proberen een aantal spelers zich op een andere manier nuttig te maken. Zizou Bergs bijvoorbeeld, een van onze beloften, werkt als rekkenvuller in een supermarkt. En profspeelster Ellison van Uitvank doet boodschappen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Ik ga nu naar de keurslager voor iemand die mij gecontacteerd had om wat inkopen te doen en dan af te zetten bij de thuis. Tennister Alison van Uitvank maakte via sociale media bekend dat ze klaarstaat om boodschappen te doen voor wie dat zelf niet meer kan. En met succes. Alison en haar vriendin Greet doen het met de glimlach. En het levert dankbare klanten op. Nu zijn we onderweg om de boodschappen af te zetten. En dan krijg je dit als bedankje. Een andere proftennisser belofte Zizou Bergs begon het tennissen op zijn terras ook wat beu te worden. Hij bood zijn diensten aan als jobstudent in een supermarkt. Hij begon eraan uitgerekend op de dag dat de verstrengde quarantainemaatregelen ingingen. Dinsdag, mijn eerste werkdag, was het blijkbaar echt fataal, waardoor de winkel gewoon gesloten is omdat het gewoon te druk was, veel te gevaarlijk en zo. Ja. Ik ben dus ja, een tennisspeler en die toch wel vrij verwend is. Wij mogen de hele wereld zien. Wij moeten natuurlijk trainen en toernooien spelen, maar dat is helemaal iets anders dan een shift van, ja, van 7, 8, 9 uur doen in een supermarkt natuurlijk. Om de conditie te onderhouden is lopen een van de weinige opties. Gelukkig valt het weer een beetje mee deze dagen. En verder fietst Zizou Bergs elke dag van zijn woonplaats Pelt naar de supermarkt in Bree. Hij hoopt wel snel weer op de tennisbaan te staan bij Tennis Vlaanderen in Wilrijk. Ik hoop dat het allemaal snel voorbij is, dat iedereen gezond zal zijn en dat we het leven terug kunnen herpakken.
Ja, al dus Zizou Berg. Zijn naam is niet alleen opvallend, maar wat hij doet is toch ook wel bijzonder. Ja, dankjewel, Maarten. Hallo, ik ben Joy Kator en voor mijn corona-challenge zal ik een stuk op de piano proberen te leren, namelijk Flight of the Bumblebee. Gaat al goed. Je kan er maar het beste van maken. En de quarantaine gebruiken om iets te leren waar je anders nooit tijd voor hebt. Daar draait het rond in de Corona Challenge. Scholieren gaan de uitdaging aan om in 5 weken bijvoorbeeld piano te leren spelen, zich een nieuwe taal eigen te maken of het programmeren onder de knie te krijgen. Hallo iedereen, ik ben Hannes en mijn Corona Challenge is leren programmeren in Python. Dit doe ik aan de hand van tutorials op YouTube. Ik leer voornamelijk spelletjes programmeren en dit is het eerste spelletje dat ik al gemaakt heb. Mijn corona-challenges, mijn rijexamen voorbereiden. Ik ben Bart Hoofvaart en ik ga de uitdaging aan om beter te worden op de piano en dit doe ik aan de hand van een computersite. Opnieuw de Furelize even hernemen, maar dat mag, want de corona-challenge is nog maar net begonnen. De bedoeling van de challenge is eigenlijk het internet op een betere manier gebruiken in de plaats van heel de tijd te gamen of heel de tijd te Netflixen. Is het de bedoeling om tutorials op te zoeken op internet voor dan beter te worden in iets. In het geval van Wart is dat piano spelen en dat lukt al aardig, maar hij heeft wel nog één duidelijk lied voor ogen. River Flows in You. En kan je daar al iets van? Iets heel kleins, maar niet een volledig stuk. Moet ik anders kijken? Graag. Oké. Dat is het begin van het liedje. Komen we binnen 5 weken terug? Ik hoop dat ik het een dan wel kan. En tegen dan misschien zonder maatregelen, wie weet. We hebben de piek in elk geval nog altijd niet bereikt qua coronabesmettingen en COVID-19-patiënten. Het blijft alle hens aan dek, dat blijkt uit de dagelijkse cijfers, om te voorkomen dat we met z'n allen het longvirus blijven verspreiden. Ik dank je voor het kijken, ik wens u een heel mooie middag toe en ik zie u graag vanavond terug. Tot dan. De modellen die wij volgen, die voorspellen dat we een piek mogen verwachten ergens rond begin april. Maar dat is op voorwaarde dat we met z'n allen onze contacten met 50% gereduceerd hebben. Ja, stel dat we binnen een paar dagen of binnen een week dat we zien dat die piek bereikt is, dat die getallen naar beneden beginnen gaan, de nieuwe gevallen, dan gaan we zeggen we zijn goed op weg. En dan gaan we niet onmiddellijk die maatregelen gaan weghalen of verminderen. En nogmaals, de speeltijd is voorbij. Binnenblijven, zichzelf goed verzorgen, is de beste raad die wij kunnen geven. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.